trap, hè? Nou, die Lippe Bossel die gaat er de speer van door, hoor. Hier is de maan zo. En dan komt samen de jonge dame met 7-1-30. Lippe Bossel neemt dikke positie in de nummer 1. Ze kan rustig in haar kroon kijken, want ze hebben 20 meter voorsprong. Maar ze wordt gevolgd door het nummertje 752 volgens mij. Dan leggen ze niet bij Zwanenberg. Kijk, en dan komt die kleine Terroes, dat Jim. Die had de beurt van de 608. Dat lukt hem net niet. Maar het wordt een nek aan nek gestrijd, dat is de 2. Wie gaat dat winnen? Wie gaat dat winnen volgens mij? Die kleine Gibbon. Met 2,49 volgens hem 7,21. En die 7,21 is de Tijner van Holland. En daar jaren later nummer 3. Met 701. Maar het is niet meer in die competitie in één keer. Voor Tijner van Holland, jaren later. En daar wordt tussen 3 en 4 het gevecht. Tussen jaren later. En ik ben de nummer kwijt van nummer 3. 710, dat is Janiek van de Pijl. Die weer gevolgd door die jaren geleden, die de avond al zet. En dan krijgen we met 7,29, die sluit het rijtje, Lars van Keulen. 7,38 op plaatsje 6, dat is Joris Merks. En dan is het Rijnprozaal op plaatsje 5. Jij Keulen, André Brankers en Wessel. Maar het is van Eerwijk die de koppeling neemt met 7,44 volgens mij. 6,24. Ja, ik heb het onderop in lente, jongens, sorry. Huiswerk, ja, het is 6,24. 6,24 en dat is 6,24. Ja, ik heb het niet goed zo, jongen. 712 op de vierde plek en dat is de Wessel van Holland. En die draait de sluit is 6 Joepwerks. En het is Jasper Kaalsjager die als eerste. En dan hebben we een jonge dame, volgens mij is dat Rosa Kok. Die draait de sluit. Dat is de steeds vooraan Kaalsjager die de richting maakt van nummer 1. De volgende 705 met een Moors. 704 Jan Dingers. En dan hebben we 737 Joep Merks. Met daarachter 750. En dat is een Vins van Aarhus. Dat is een Roger Kok die het rijtje sluit. Verder naar 106. En daarachter is het Henk Adriaanse.
op 6, maar het is van steken samen met de kleine van Asland die 1 en 2 liggen. Puntje op 3 met de weg naar Robin van Leeuwen. Rotterdam komt onderdoor, nee, van Asland sluit er een keer aan. Maar het is Mark van Steken op 1 samen met de 4 liggen. Puntje op 3 en Robin op 4. En Marcel de Keulen die denkt dus mij, ik knijp toch een bochtje dicht en ik leg op 5 voor die Adriaanse. Maar het is van Steken die erin brengt. Terug naar race 2.